Lisa Lewis, jouw 5 voor 12 moment in dat jonge leven, 30 jaar. Neem ons eens mee naar dat moment. Ja, het moeilijkste moment, en dat geef ik eerlijk toe, voor andere mensen klinkt dat misschien als een luxe probleem. Maar mijn grote droom is altijd geweest om ooit te bouwen. Dat was ook Niels zijn grote droom. En 6 of 7 jaar geleden kwam er te sprake van... mijn ouders hebben een perceel grond. En dat perceel grond, dat kunnen we eventueel verkavelen. Nu, dat was voor mij natuurlijk een enorme cadeau. Want als je van je ouders een stuk grond cadeau krijgt... dan heb je als kind al een enorme voorsprong... gewoon financieel, om daarop te bouwen. Nu, we hebben alles gedaan, we hadden de gemeente mee. Een hele toffe gemeente, die van Capelle. Alles was eigenlijk in orde. Tot op een gegeven moment dat we de vergunning bijna hadden, op 2 dagen na. Tot er 7 jaar geleden een VZW... een VZW voor het natuurbehoud daartegenin is gekomen. Wij gingen helemaal niks verkeerd doen. We moesten amper bomen uitdoen. Maar het ging er eigenlijk over dat je in Capelle de Westkant, Capelle Bos, 3000 vierkante meter moet hebben. En wij hadden net 4 vierkante meter tekort. En die VZW gaat overal, die onder de 3000 vierkante meter is, op alle percelen. Behalve als het vriendjespolitiek is, maar ja, dan moet ik je natuurlijk niet uitleggen. Ja, daar gaat hij tegen in. En dat is voor ons zo'n strijd geweest. Want mensen denken misschien dat dat over 1 jaar ging. Maar we hebben 6 jaar lang hebben wij gestreden. En ik kan u vertellen, als je van je 23 tot je 29 moet strijden... en met advocaten moet bezig zijn... Dat wordt grijs. Dat wordt inderdaad grijs. Ja, nu, gelukkig... Ja, is dat nog niet het geval geweest, maar dat is wel een hele moeilijke periode geweest. Totdat we op een duur toch die knop hebben omgedraaid en ervoor hebben gekozen om een bouwgrond te kopen. En ik zeg het, voor veel mensen lijkt dat een luxe probleem, maar als je daar echt in zit en je bent daar dagelijks mee bezig en het kost je zoveel centen aan advocaten en je moet gaan werken om die advocaten te betalen en dat is 6 jaar lang, wat dat heel lang is... Als je dat uitrekent, heb ik daar echt heel, heel, heel verdrietig om geweest. Ja, maar je hebt dat blad kunnen omslaan. Gelukkig wel. Dat is wel iets. Allee, we hebben een veel toffer stuk bouwgrond gevonden. Dan denk ik ook altijd van, het heeft zo moeten zijn. Maar natuurlijk, op dat moment dat gaan strijden zij, is dat elke keer terug die hoop. Nee, terug naar nul, terug beginnen. Die wet in België hier is ook gewoon verschrikkelijk. Want alleen mensen dat er niet in zitten, weten dat niet. Maar je moet soms 6 maanden wachten. Als ze dan nog eens in beroep gaan, is het 1,5 jaar wachten. Dus dat zijn wachttijden die eigenlijk niet... menselijk zijn. En ze hoorden natuurlijk ook verhalen van mensen die al 15 jaar of 20 jaar aan het procederen zijn. En dat is iets dat heel moeilijk is. Maar ik zeg het, ik troost mij met het feit dat we nu een heel toffe woning aan het zetten zijn. En dat is ook met ups en downs. En dat is werken om dan elke keer terug een beetje bij te benen. En heel dankbaar zijn dat ik een fantastische familie heb. En een hele goede papa die daar elke dag, ondanks de rugproblemen, wel bezig is en helpt. Dus dat is dan ook wel een heel fijn gevoel.